Die houden die op papier. Ja, maar wij, die houden die papier bij wel. Hoi! Gezellig, ja. Joh, huis ook. Ja. Ja. Thuis gezeten. Het ging echt beroerd, dat mag je rustig weten, want het eerste kwartaal en het laatste van vorig jaar was heel slecht. Dus ik zat met zweet op mijn hoofd thuis om de kinderen te letten, net als wethouder Albers. Ja. En toen belde Pietje, die hier zo werkzaam is als vrijwilliger, geloof ik. Hij zegt, heb je interesse om naar Hof ter Veste te komen? Nou, dat weet niet iedereen, maar volgend jaar ben ik 20 jaar orgelman in Middelburg. Dat vind ik zelf een goede prestatie. En, ik zei, ja, dit ben ik mijn klanten verplicht om even te doen. Ja, nou, ja, maar we hebben het al eerder over gehad. Je hebt liefhebbers en mensen zeggen, nou ja, voor mij hoeft het niet, maar... Je hebt nu de liefhebbers gezien. Hier heb je heel veel liefhebbers. Ja, mensen zijn echt heel blij aan het kijken. Maar dit zijn ook mijn klantjes al. Hier wonen bijvoorbeeld twee dames. Die hebben meer dan 10 jaar koffie voor me gehaald bij Bakker Bart. Ja, ja, dat is schattig. Hè? En dat... die zie je nu allemaal niet meer. Want ga jij normaal nog geen steden meer om te draaien? Nou ja, ik ben net nog heel even in de stad geweest, ja. Je ziet geen mensen en ik kom helemaal uit het Westland natuurlijk. Ja, ook? Kijk. Maar dan de knaak op je kop. Ja, nou zo gaat dat dan. Ja. Wanneer ben jij weer te zien en te horen in de stad? Ja, ik moet dat gewoon gaan bekijken van dag tot dag. En kijk, ik heb een minimaal aantal kosten. Die moet ik eerst ophalen voordat ik aan mijn eigen boterhammetje kan beginnen. Nou, normaal vind ik het altijd leuk als iemand met me mee is natuurlijk, maar... Ja, dat gaat nu ook niet. Nee. Het is zo'n vreemde tijd. Ja, dat is het. Het is oorlog zonder geweld. Ja, dat is voor iedereen zo. Hey, maar leuk dat je dit doet en leuk je even te zien weer. Jullie bedankt voor deze, leuke... Ja, er zijn nog wel misschien meer instellingen die, waar je welkom bent. Kunnen ze je dan bellen? Als ze even op Zeeuws Radio gaan kijken, dan kan je me vinden. En het enige wat nu gaat en wat voor ons ook veilig is en voor iedereen, dat zijn dit soort optredens. En die op afstand, ja. Die doe ik voor een schappelijke prijs. Heel goed. Want de mensen, je hebt het zelf gezien, de mensen hebben het nodig. Nou, we sluiten af met het nummer You Never Walk Alone, hoor je het? Hey, bedankt hè. Fijne dag man. Oh, zij wel ook.